Het dak van het busstation is één grote gatenkaas vanwege een hoop lekkages. Hoe dat kan is onduidelijk. Ook in de centrale hal lekt het. Al ruim een jaar lang liggen deze hekken hier om reizigers te beschermen tegen vallende steenstrips. Nog altijd is er een risico dat als je hier je fiets komt halen, dat er dan een steenstrip naar beneden komt vallen. Het is nog altijd onduidelijk hoe dat kan. Maart vorig jaar vielen deze strips naar beneden. En in het winkelgebied is er, behalve deze pianist, weinig te beleven. Een groot deel van de winkel staat al sinds de oplevering leeg. Het grote nadeel vind ik, maar dat heeft niks met de afwerking te maken, zijn de winkels beneden. Die zitten volgens mij helemaal verkeerd. Ja, een lekkage. Daar een lekkage en daar een lekkage. Dan valt het wel op dat er iets mis moet zijn met de afvoer. Ik vind het een heel mooi station geworden. Heel modern, schoon, ruim. Een paar gaten hier in het station en voor de rest eigenlijk vrij weinig naar mijn mening. Want ik kijk eigenlijk nooit rond, want ik vind het hier grijs, grauw. Het lijkt een beetje op mijn ex hier. Het station is van drie partijen, de gemeente, de NS en ProRail. En die konden alle drie vanwege de vakantie niet voor camera reageren. Maar de NS laat wel in een uitgebreide schriftelijke reactie weten dat ze de problemen serieus nemen en dat ze hard op zoek zijn naar een oplossing. Die oplossing laat nu dus al 2 jaar op zich wachten. Er valt nog een hoop te repareren aan het gebouw dat 144 miljoen euro kostte.